Goedemiddag, deelnemers aan het webinar Invloed van de coronacrisis op gebiedsontwikkeling. Het is allemaal nieuw, vandaar dat we toch eventjes aan het proberen zijn geweest om zo goed mogelijk hier doorheen te komen. Welkom op dit webinar over de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt, nieuwbouw en grondposities. Mijn naam is Leo Bos en namens Kobe wil ik jullie het een en ander wegwijs brengen wat de effecten zijn en hoe die worden ervaren. Hoe ziet het programma eruit? We krijgen straks eerst een introductie. Dan heb ik een aantal blokjes waarin ik onderdelen ga toelichten. En aan het einde komen we aan oplossingen, of die nodig zijn, wat ze zijn. Tijdens deze sessie heb ik heel graag dat jullie meedoen en je vragen stellen en een aantal polls invullen. Gebruik daarvoor de Q&A boven in je beeldscherm en dan komt het allemaal helemaal goed. De introductie, ik zei al 45 minuten, Q&A. Mochten er vragen zijn die niet beantwoord worden tijdens deze sessie, dan komen die via de mail naar jullie terug. En na afloop krijgen jullie nog een evaluatieformulier. En we zouden het zeer op prijs stellen, althans de mensen van Scope zouden het zeer op prijs stellen. Ik eigenlijk ook wel een beetje. Als jullie die naar waarheid invullen. Het is voor mij de eerste keer dat ik dit doe. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ik denk het wel. We gaan van start. Wie ben ik? Mijn naam is Leo Bos. Ik werk voor mezelf onder de firmanaam Programma Advies en Initiatief. Ik ben adviseur woningmarktvraagstukken. En ik hou me bezig in het gebied projectontwikkeling, nieuwbouw, vastgoedmediation. Het bij elkaar brengen en het verbeteren van processen. En dat doe ik voor de markt, de corporaties en de overheid. In allerlei functies. Wie is onze gastheer? Wie is de organisator van dit webinar? Dat is de Scope Academie. Bekend om de opleidingen en de masterclasses in alles wat te maken heeft met duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, vastgoedmanagement. Meer te zien op scope.nl als het gaat om die opleidingen en masterclasses. Nou, gaan we. Heeft de coronacrisis effect op de gebiedsontwikkeling? Ik zou jullie vragen, wat denk jij ervan? Is er een effect, een 1 voor helemaal geen invloed en een 10 voor veel invloed? Gebruik de Q&A om eens even te kijken en u krijgt te zien wat de uitkomst is. Merendeel zit op de 7 ten aanzien van wat de invloed is van de coronacrisis op de gebiedsontwikkeling. Goed, we komen daar straks ongetwijfeld nog even op terug. En dan moet de techniek weer zo in staat zijn dat ik weer door kan gaan. We gaan eerst beginnen met de woningmarkt. De woningmarkt gaan we op een aantal gezichtsvlakken behandelen. Banken, overheid, media, belegger en de consument. We beginnen met de overheid. Dit beeld kent u, de overheid die ontzettend actief is in het op orde brengen en in goede banen leiden van het virus zelf, de slachtoffers. Ik hoop dat het jullie allemaal goed gaat en jullie naasten. En nadat in de eerste instantie is ingezet op beperkingen van de moeilijkheden, is daarna een economisch pakket van start gegaan. Helaas zijn andere dingen tot stilstand gekomen. In het najaar heeft het Malieveld volgestaan met onder andere de boeren en de bouwers als het gaat om de stikstofregelgeving. Dat gaat nou niet echt door. De omgevingswetgeving heeft wat minder aandacht. Weliswaar is er in eind maart de stikstofregistratiesysteem van start gegaan, maar dat is eigenlijk alleen maar voor hele grote projecten waar de overheid met de woondeals zelf partner in is. We kunnen zeggen dat afwijking op de vorige crisis er dit keer, op dit ogenblik in ieder geval, nog geen stimulering van woningbouw of infrastructuur is opgestart. Dat was de overheid. Hoe ziet het dan met de banken? Ik hou me even op de 3 grote banken. Wat hebben zij gedaan in het kader van de coronacrisis? Nou, als eerst hebben ze het rood staan.
goedkoper gemaakt. Ik weet niet wat jullie krijgen op je spaarrekening, maar dat is heel weinig. En een van de dingen die ze hebben gedaan is, het rood staan is van 13% teruggebracht naar 9,9%. Ze hebben wat meer gedaan en daar gaat het wel om natuurlijk in deze tijd. Ze hebben allemaal op enige manier een betaalpauze of een regeling beschikbaar als je als particulier in de problemen komt met de afbetaling van je hypotheek. Bij de corporaties is al eind maart geschakeld en daar zijn betalingsregelingen beschikbaar gemaakt dat je meteen of niet meteen hoeft te betalen. Dat geldt overigens ook voor de bedrijfsmatige verhuur. De media hebben een belangrijke rol in de woningmarkt. Ik zal dat aantonen aan de hand van een voorbeeld. Dit is vrijdag 3 april, groot bij de NOS, op internet, maar ook bij het journaal. Grote klap in de bouw verwacht, erger dan tijdens de financiële crisis. Als je er een beetje verder doorkijkt, dan blijkt dat dit allemaal herleidbaar is naar een persbericht van het EIB, het Economisch Instituut voor de Bouw. En die geven eigenlijk aan dat op basis van onderzoek wat ze hebben gedaan in de komende 2 jaar, 40.000 voltijdsbanen in de bouwsector verloren gaan. Je kunt je daar de vraag bij stellen of dat klopt. Met name uit de bouw is hier heel veel ophef over gekomen. Dat de bouwers en de installateurs die zijn totaal niet blij met datgene wat het EIB hier heeft willen bereiken. En de toon, en misschien heeft u het Financieel Dagblad van dinsdag ook gelezen, de toon van Taco van Hoek, directeur van het EIB, is een hele andere geworden. En om nou even te kijken van, klopt het nou dat het EIB een beetje overdreven bezig was, kijk ik even naar Rabo Research. Die hebben ook een onderzoek gedaan naar de impact van het virus. En die geven eigenlijk aan dat na de positieve impuls in 2019, in 2020 er weliswaar een daling zal zijn en ook in 2021. Maar -6%, dat ziet u bij bouwnijverheid, staat niet in verhouding tot de -18 bij de horeca en de -10 van de zakelijke dienstverlening. Dus de toon bij het EIB is wel een beetje aangepast en de media die brengen dat heel anders in onder woorden. Een andere hoax is overigens ook dat A.S. Watson, u kent wel A.S. Watson, dat is het moederbedrijf van het Kruidvat en Trekpleister, dat die zou de huur volledig niet meer betalen van al haar panden. En dat blijkt, dat is heel breed overgenomen, maar dat blijkt alleen maar voor Paris XL te zijn. En dat is een luxe merk, een luxe winkel. En daar wordt minder verkocht. Want Trekpleister en het Kruidvat draaien overuren. Dat was de media. Beleggers, een belangrijke speler in de woningmarkt, die gaan gewoon door. Beleggers kijken ook niet op korte termijn. En als ze eenmaal aan het onderhandelen zijn, dan gaat dat vrolijk door. U ziet hier dat Patricia koopt en verkoopt grote woningportefeuilles. Amvest die werkt gewoon door met het bedienen van haar klanten. En ook transformatie naar woningen gaat gewoon door, ook in deze tijd van coronavirus. We kunnen stellen dat de lange termijn beleggers houden koers. En dat allemaal omdat de schaarste van de woningen zo groot is, bubbel of dat dal wat we misschien wel een beetje ingaan door het virus te overzien is. Consument, weer een vraag in de poll. Woningmarkt staat en valt met het vertrouwen in de woonconsument. Is het gemiddelde van 22%, zegt u ja, het merendeel is het eens met die stelling. Ik ga proberen om weer verder te komen in mijn presentatie. Vertrouwen komt, denk ik, is mijn inschatting voort uit de algemene stemming die de consument ervaart, de inkomenszekerheid van de consument en de beschikbaarheid van woningen en de financierbaarheid van die woningen. Ik zal aan de hand van een aantal sheets mijn inschatting geven
wat dit tijdperk met het virus betekent op de consumentenvertrouwen en dus de woningmarkt vanuit het perspectief van de consument. Macro-economisch zou je zeggen, bij een lage rente en lage werkeloosheid plus woningaanbod geeft dat verhuisgeneigdheid bij de consument. Nou, eerst maar eens die rente, weer die drie grote banken. Dit zijn van afgelopen maandag de rentestanden zoals ze die hebben gepubliceerd. Het zijn hele lage rentes. Ik heb al een hele tijd geleden mijn huis gekocht. En mijn bank werkt niet mee met oversluiten. Maar dit zijn rentestanden waar je toch heel erg blij van wordt. Gaat die rente nou omhoog? Nou, in het kader van het hulppakket voor Zuid-Europa hadden de banken gehoopt dat de rente zou worden verlaagd. Dat is niet gebeurd. En nu spreken zij uit dat doordat de Centrale Europese Bank nu staatsobligaties gaat inkopen, dat de banken verwachten dat de rente omhoog gaat. Nou, als de rente nu voor een hypotheek van op 20 jaar vast van zeg 1,7 naar 2,3 gaat, dat zal in de betaalbaarheid misschien 40.000 euro uitmaken. Niet eens, ik denk maar 20.000 euro. Dus dat zal geen echte invloed hebben op de koopwoningmarkt. Tijdens een masterclass over de woningmarkt zal ik overigens nog iets meer ingaan op datgene wat de banken voor invloed hebben op de woningmarkt. Baanzekerheid. In het nieuws heeft u ongetwijfeld ook meegekregen dat het CPB heeft 4 scenario's uitgewerkt voor het bruto binnenlands product. Die 4 scenario's ziet u aan de rechterkant. 1, 2, 3 en 4. We zitten denk ik, de eerste gaat uit van, we zijn maar 3 maanden bezig met het hele virus. Neigt er toch naartoe dat we tussen de, dat misschien ietsje langer, dan krijgen we scenario 2 en 3. En dan zitten we, als het gaat om de werkeloosheid, op een effect dat we de werkloosheid stijgt naar 5,3%, misschien wel tot 8,4%. Dat heeft dus wel impact op de baanzekerheid. Dat zal wellicht invloed gaan hebben op de verhuisgeneigdheid bij de consument. Overigens, het IMF geeft aan dat het impact zal uitkomen op 7,5% op de hele economie. Het CPB zit ten aanzien van de werkloosheid daartussen. We weten niet hoe lang het gaat duren en dat zal zeker van invloed zijn. We kunnen ook gaan kijken naar de keuzes die de consument maakt. Hier zien we de NVM-cijfers van verkopen bij de bestaande bouw. En over het eerste kwartaal, en hier zijn de effecten van het virus nog niet in verwerkt, maar daar kom ik straks op terug. We zien hier dus dat er wordt nog altijd verkocht. En het is nog altijd zo dat de verkoopsnelheid doorgaat. Sterker nog, de prijs gaat omhoog. En ook al zou aan de hand van de volgende sheet waarbij we het aanbod zien, het aanbod neemt iedere keer af, de looptijd neemt af, vraagprijs die gaat wat omlaag, maar ik hoor makelaars zeggen dat er gemiddeld 65% van de woningen boven de vraagprijs wordt verkocht. Door de schaarste is er nog steeds verkopen. Is dat nou zo? Door het coronavirus hebben makelaars meer of minder bestaande woningen in verkoop gekregen. 51% van u zegt de makelaars hebben minder woningen in verkoop gekregen. En 35% zegt het is gelijk gebleven en 14% zegt meer. Ik heb onder een gering aantal, maar wel over het hele land verspreid makelaars heb ik een enquêtetje uitgezet. En de kern is bij de bestaande bouw, heeft u meer of minder in verkoop gehad, is eigenlijk, moet je bijna constateren, het is gelijk gebleven. Een aantal hebben er meer, een aantal minder, en het merendeel heeft gelijk. Volgende vraag aan hen was, hoe is het met de belangstelling? Online, op de vraag of er meer belangstelling is,
is er maar eentje die zegt ja. Merendeel zegt het is afgenomen. Ik kom zo op de beantwoording of dat nou erg is. Op het nieuws zien we allemaal dat makelaars allemaal inventief zijn om online woningen te bekijken. Nou, dat is allemaal voor de media, want in de praktijk wordt alles zonder online oplossingen bekeken. Al houden ze zich wel allemaal aan de RIVM-richtlijnen. Heeft u nou minder of meer verkocht in die eerste paar weken? Twee zeggen meer, vier minder en het merendeel zegt het is gelijk gebleven. Dus de makelaars zeggen het valt wel mee, het effect. Wat betekent dat nou voor de consument, de heilige status? Ik heb vier personen bedacht. Huisbezitter A. Huisbezitter A heeft een vast en doorlopende inkomen. Rentestand heeft staat langjarig vast. Voor huisbezitter A is er dus, mits er geen verkoopnoodzaak is, geen paniek. Ik hoor de banken alweer roepen over huizen die onder water komen te staan. Als er geen aanleiding is tot verkoop, dan en er is inkomen, is er niks aan de hand. Huisbezitter B, tijdelijk geen of minder inkomen, maar komt in aanmerking voor een overheidstoelage. Stel dat er geen financiële buffer is, dan zal de hypotheekverstrekker een regeling met huizenbezitter B stellen. Ook hier geldt dus, zonder verkoopnoodzaak, geen paniek. Gaan we verder. Echtscheidingen. Of iemand die echt al een tijdje zijn baan kwijt is en die dat huis moet verkocht worden. Hoe gaat het dan? Is er minder belangstellende, is dat een gevaar? Ik denk het niet. De markt is zo overspannen, er is zo gering aanbod. De koper komt binnenkort langs bij huizenbezitter C. Dus die woning wordt verkocht. Geen paniek. Vraag hulp als dat moet. Wat wel van belang is, het kan alleen maar zo zijn dat doordat we allemaal in huis zijn, mensen zeggen ik wil van mijn vrouw af, het huis moet verkocht worden, ik moet een eigen huis hebben. Dus het kan nog wel eens zijn dat er meer vraag gaat ontstaan, doordat we allemaal in huis zijn. Woningzoekende D, vast en doorlopend inkomen. Het aantal beschikbare woningen neemt niet af, oftewel de markt blijft zoals hij is. En wat wel in zijn voordeel werkt, de particuliere beleggers, de kleine beleggertjes die van hun spaarcentjes denken van weet je wat, ik koop nog een woning en zet hem in de verkoop. Die zijn eventjes niet thuis, die willen even afwachten en dat maakt dat het aantal potentiële kopers nu wat minder is. Er zijn wel degelijk woningzoekenden die nu het idee hebben, als ik kan slagen dan moet het nu gebeuren, dus de woningmarkt blijft in beweging. We hebben een aantal crisissen in het verleden achter ons gehad. De periode met een crisis. Wat hebben wij nou geleerd uit het verleden? Ecoris heeft in 2016 een onderzoek gedaan naar de crisis die we hebben gehad in de periode 78-82 met een lange nasleep. De iets ouderen onder ons weten dat de rente toen enorm hoog was. Tot 12, misschien wel 14%. En de crisis die begon in 2008 met de hypotheekcrisis en dat werd een grote financiële crisis. Wat zijn nou daar de leermomenten? U ziet twee grafieken. Eén op volume en één op prijs. En dat houdt in dat in de crisis van 78, die was heel erg diep, dat we vanaf de top van de markt kregen we het dal pas na 6 jaar. En we hebben er heel lang over gedaan om de omvang weer op gang te brengen. Prijsniveau, dat heeft ook heel erg lang geduurd. De hypotheekcrisis, of de financiële crisis uit 2008, dat ging in 8 jaar. En zaten we ook in 8 jaar ook weer vrij snel op dit prijsniveau. Dus de laatste crisis, ging veel sneller. Leren we daar nou iets uit? Kom ik straks op terug. Ik ga weer een poll.
Daar gaat hij weer. Heeft het corona, de coronacrisis invloed op de woningmarkt? En de uitkomst is dat ook nu het merendeel zit op invloed 7. We komen naar het onderdeel Vraag maar raak. Ik had u gevraagd om uw vraag te stellen via de Q&A. Die ga ik openen en eens even kijken. Ik zie er geen naam bij, maar geen vraag, maar een opmerking. Funda aanbod Groningen is in 3 weken met 50% toegenomen. Ja, wat voor effect zouden we dat kunnen noemen? Ik weet dat in andere delen van het land makelaars soms ervoor kiezen om niet meer Funda te gebruiken, omdat er zoveel belangstelling is dat Funda alleen maar nog meer met zich meebrengt. Dat het in Groningen toegenomen is, daar is ook nog een vraag, is het de stad Groningen of het ommelanden? Want dat zijn twee volledig andere werelden. Suzanne vraagt, wat is de verwachting van de bouwkosten? Suzanne, kom ik zo op terug. Jan, wat is de impact op grondaankopen? Kom ik ook zo op terug. Lian Rijkmans, verschil tussen nieuwbouw en bestaande voorraad? Nou, jullie hebben allemaal hele goede vragen waar ik zo op terugkom. Meneer en mevrouw De Leeuw, ook de bouwkosten, dat gaf ik aan, kom ik op terug. Berber, denkt u dat het aantal ouderen dat nu door de hoge sterfte dat de woningmarkt verlaat, van invloed is op woningaanbod? Dat is interessant, maar ik heb het idee dat de mensen die door het virus ons verlaten, veelal in gezondheids- of in tehuizen zitten. De doorstroming zal dan wel op gang komen. Ik weet niet of de woningmarkt daar snel mee gaat. Want we hebben te maken met een kwalitatief tekort, maar ook een kwantitatief tekort. En met name ouderen wonen in woningen waar soms nog wel wat aan moet gebeuren. Dus dat zullen we zien. Is vraagprijs bieden met bieden nog van deze coronatijd? Is vraagprijs bieden? Ja, Fred, dat moet je even aan je makelaar vragen. Ik denk dat in de schaarste tijd, met of zonder coronatijd, zal afhankelijk van de woning, is het voldoende of niet? Een vraag van Sjoerd. Hoezo stappen particuliere beleggers niet meer in de woningmarkt? Omdat iedereen even afwacht welke kant het op gaat. Ik zie dat er nog meer vragen zijn. Laten we daar op een ander moment op terugkomen. Misschien dat we aan het eind van deze sessie daar nog in mee zijn. En anders krijg je per mail beantwoord. Dank in ieder geval voor de vragen. Ik ga naar het volgende hoofdstuk. Nieuwbouwplannen. Er waren een aantal mensen die vroegen over de bouwprijs. Ik kom daarop terug. Heeft de coronacrisis effect op de nieuwbouwplannen? Laten we eerst een vraag stellen. Bouwt de crisis woningen? Antwoord is natuurlijk nee. Wat we wel bereiken is onzekerheid. De bouwers die zijn aan het piepen. Vergunningverstrekking die gaat wat langzamer. Mensen twijfelen misschien. Door onzekerheid en de afwachten neemt de kwalitatief en kwantitatief woningtekort toe. Er is becijferd, er zijn meerdere berekeningen, dat we zo'n 300, misschien wel 400.000 woningen tekort hebben. Kwalitatief en kwantitatief. En als we niet bouwen, neemt het alleen maar toe. Wat doet nou de nieuwbouw? Ik heb even gekeken, Capital Value, bedrijf wat doet aan verkoopbegeleiding en aankoopbegeleiding en taxaties van grote portefeuilles. Die hebben onderzoek gedaan onder de corporaties en die geven aan dat 89% van de corporaties gewoon doorgaat met nieuwbouw. De NVM die heeft in haar eerste kwartaalbericht kenbaar gemaakt dat het aantal nieuwe nieuwbouwwoningen die in verkoop komen haar zorgen baart. Dus dat is wel een dingetje, daar komen we nog wel over te spreken. Voordat we met deze crisis in aanraking kwamen, werd de prijs van de nieuwbouwwoning bepaald door een aantal factoren. De schaarste van de locaties, en dat heeft te maken met grondprijs en grondquota, maar ook van hoeveel komt er in ontwikkeling. De doorlooptijd van planontwikkeling, hoe lang doet een ontwikkelaar erover om vanaf het moment dat hij gaat beginnen tot start-verkoop, de bouwkosten,
En tegen welke waarde wordt een nieuwbouwwoning nou eigenlijk verkocht? Dat is een risico, daar komen ongetwijfeld nog vragen over. Hier wil ik straks even op terugkomen. Ik heb begrepen dat er soms wel eens dat gemeenten de grond hebben om zo'n 800.000 woningen te kunnen realiseren. En in een tijd van schaarste zou je zeggen, waar doen we dat nou niet mee? In doorlooptijd, nu iedereen thuis werkt, zal het afgeven van een vergunning, het in procedure brengen van een bestemmingsplan, wat altijd ter visie moet liggen, in een tijd dat het gemeentehuis dicht is, zal ook wat langer gaan duren. Waardoor ook de doorlooptijd een probleem zal gaan worden. Bouwkosten, daar komt die. Arcadis, ingenieursbureau, ik heb dat uit de koopbouw, heeft een onderzoek gedaan. En wat geven ze aan? Dat de prijzen gaan stabiliseren. Ik heb het niet geroepen, maar het is Arcadis. Wat ze wel aangeven, dat ze zorg hebben dat 1 juni gaan regels door over de BEng-eisen. En dat geeft een flinke prijsverhoging. De stikstofproblematiek geeft een prijsverhoging. Maar, zegt de onderzoeker van Arcadis, het virus zal daar geen aanleiding toe geven. Ik zie nog wel een ander gevaar. Als het gaat om liften, roltrappen, installaties, komen veel onderdelen uit China. En dat zal wat langer duren. Dus de levering van dat soort zaken wordt een probleem. Hoe is dat dan met de verkoop van nieuwbouw? Er is weer die vraagstelling uitgegaan. Is er meer belangstelling? Nee, er is veel minder belangstelling. Hoe doen ze die makelaars die verkoopgesprekken? Volledig online. Ik zou nog even terugkomen op van maximale prijs. Want voor de goede orde, een woning is pas verkocht als de koper zijn handtekening zet en de bouw gaat starten. En ik zal straks even tonen wat nou het prijsverschil is, hè, want er werd ook gevraagd. Prijs tussen een bestaande woning en een nieuwbouwwoning. Hoe komt dat nou tot stand? De ontwikkelaar heeft pas wat verdiend als hij gebouwd en ontwikkeld heeft, als hij de grond heeft betaald. En naarmate hij een hogere prijs scoort bij de particulier, heeft hij een beter resultaat. Die maximale prijs, daar komen we een beetje aan een plafond waarschijnlijk. Eerst, en helaas is hij niet helemaal scherp, maar u ziet hier van de NVM een tabel hoe de prijsontwikkeling is van bestaande bouwwoningen en nieuwbouwwoningen. Nieuwbouwwoningen stijgt harder, waarbij ook nog de huidige nieuwbouwwoning steeds kleiner wordt ten opzichte van de bestaande voorraad. Dus eigenlijk loopt de blauwe lijn nog ietsje harder omhoog. Dan ziet u hier wat voor woningen komen er nou in verkoop, wat wordt er verkocht. Ik laat u, en u krijgt deze sheets allemaal na afloop te zien, maar waar ik u in de linker grafiek even op wil wijzen, de blauwe lijn, dat is de prijsklasse tot 200.000 euro, dat was in 2015 nog bijna 35%, die loopt af naar 2%. Dus in de verkoop worden er nog maar heel weinig goedkope woningen verkocht. De oranje lijn is de categorie tot 3 ton. Hier loopt van boven de 40% terug naar ongeveer 20%. En wat zien we? De duurdere prijsklassen, met name ook vanaf 5 ton, die loopt van zeg 4% in het eerste kwartaal naar 22%. En bij het aanbod is het hetzelfde. De duurdere prijsklasse gaat omhoog. En waar gaat het nou om? Is de consument nog wel van plan om die dure prijs te betalen? Is dat nog betaalbaar? En daar komt een probleem in zo'n crisis. En dat zagen we ook in het begin van de financiële crisis. De woningmarkt in goedkopere prijsklassen liep gewoon door. Maar juist in de duurdere sector bleef het een beetje hangen. Ik ga weer naar een poll. Ik zou u willen vragen, heeft de coronacrisis invloed op nieuwbouwplan? 42% van u geeft een 8 ja. Veel invloed is er ten aanzien van virus en datgene waar we het mee te maken hebben, van invloed zijn op nieuwbouw. De conclusie, u leest met mij mee misschien, en iets in die zin klopt niet, maar de kern is,
Het tekort wat we nu hebben van woningen, dat wordt niet opgeheven door het virus. Sterker nog, het zal alleen maar toenemen. Ik heb een hele korte vraag maar raak, want anders dan kom ik niet door de tijd heen. Ik zie Twan, impact coronacrisis op risico-inschatting. Grexen, Twan, je bent te vroeg, dat komt zo aan de orde. Ik zie een vraag, de gebieden die in ontwikkeling zijn, lopen mogelijk vertraging op de combinatie van stikstof, corona en VAS. Wat voor gevolgen heeft dit voor de toekomst, woningtekort? Is er iets over te zeggen? Nou, ik denk dus dat er al een vertraging is. En door het virus, dat we veel thuis werken, dat er andere zaken voorgaan, loopt de vertraging verder op. Aan welke knoppen kan het grondbedrijf draaien? Kom ik aan toe met mijn oplossingen? Mijn perspectief, zou het kunnen dat het coronacrisis op lange termijn wel invloed heeft op de woningmarkt, door aanhoudende sterftecijfer en aanhoudende economische malaise? Dat is een lastige. We hopen nu met z'n allen, ik hoop dat jullie dat ook vinden, dat we misschien met 2 maanden weer langzaam kunnen opstarten. Dan zal de effecten te behappen zijn. Als het langer duurt, dan komen we in problemen. Want dan gaat de werkeloosheid. De laatste die ik wil behandelen, voordat ik doorga, en nogmaals, vragen gaan we wel beantwoorden. Is de verwachting dat ontwerp van gebouwen wordt beïnvloed door virussen als corona, sluis, portalen, verkeersruimte? We gaan helemaal nadenken over ontwerp van allerlei gebouwen. Ik merk wel dat grote investeringen, die worden heroverwogen en misschien in stukjes geknipt. Ik ga door, want er kwamen al wat vragen over de GECS. Nou, die komen nu aan de orde. Heeft er effect op gronduitgift? Het kan worden gesteld dat er is nog altijd een enorme behoefte aan woningen. Het afnemen van grond voor woningbouw, start en startbouw, dat gebeurt doorgaans pas nadat de ontwikkelaar zeker weet dat hij kan gaan bouwen. Dus na onherroepelijke bouwbestemming en omgevingsvergunning. Dat duurt nu langer. En wat we ook kunnen vaststellen is de verkoop van nieuwbouwwoningen. Die blijft stijgen, dat hebben we net gezien in de tabellen van de NVM. En daardoor ontstaat een mismatch op betaalbaarheid. Ik verwacht dat als de ontwikkelaars doorgaan op de manier waarop ze nu doorgaan, dan zegt de consument op enig moment, die woningen zijn me te duur. Daarmee komen de voorverkooppercentages in de knoei en ontstaat er een risico in de gronduitgifte voor woningen. Hoe ziet dat bedrijfsgebouwen? Nou, dat hele discussie van de mondkapjes maakt duidelijk dat we naar een omslag komen in het just-in-time principe. Veel ondernemers, veel beleidsmakers zeggen het is te gevaarlijk om afhankelijk te zijn van just-in-time. Oftewel, ik heb al gehoord, makelaars horen zeggen dat er onderhandelingen zijn gestart over uitgifte van nieuwe grond om distributiecentra te vergroten. Er is toch de behoefte om meer capaciteit te hebben, meer voorraad te hebben. En daarmee een risico te beperken. Dat betekent dus dat de gronduitschifte voor dat soort sectoren verder zou kunnen ontplooien door dit virus. En robotisering, minder afhankelijk van personen, handjes, zal door dit hele feit ook een toevlucht gaan nemen. Hoe zit het nou met de kantoren? Ja, AM heeft nog langs de snelweg nieuw complex in bouw genomen. Wat er wel gaat gebeuren, is dat we veel meer gaan nadenken over hoe werken we nou. Minister Wiebes heeft de sectoren opgeroepen om in een plan te komen. En de grote makelaars die zich bezighouden met kantoorverhuur zijn nu allemaal modellen aan het uitwerken. Hoe gaat het werken nu op kantoren? Wat zal de 1,50 meter met zich meebrengen ten aanzien van kantines, toiletruimtes, liften, alles. Alles gaat veranderen en mijn verwachting is dat de onderhandelingen om doormeters af te nemen, die zal de ontwikkelaar een beetje gaan traineren. Ze kopen niet en ze haken ook niet van de een op de andere dag af, maar ze zullen wat minder enthousiast zijn om handtekening te zetten. Ik ga u een poll vragen. Heeft de coronacrisis invloed op gronduitgifte? 34% van u zegt het heeft behoorlijk wat invloed. Oplossingen, we gaan naar de conclusies. Waarbij, wat ik in beeld ga brengen, dat zijn wat ik denk. En zo ziet
Als je de media en alle programma's ziet, iedereen heeft zijn eigen idee over wat mogelijk en wenselijk is voor de periode na. Ik laat u op basis van feiten zien waarvan ik vind dat we waaraan nieuw bouwen. We moeten bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. In februari heeft de minister van Wonen aangegeven dat er wel degelijk een woningnood is, dat er een crisis is, dat we 300.000 woningen bij moeten bouwen. Nou, dan zou ik zeggen, pak dit moment aan om eraan te beginnen. Het is goed voor de werkgelegenheid, niet alleen voor de bouw, maar ook voor de architecten, voor de banken, voor de notarissen, voor de woninginrichters, voor het doorschuiven van woningen, bouw woningen. Gemeentes, als u niet mee wil werken, dan moet er misschien een aanwijzing. Gaat dat tegen iedere prijs? Nee. Ik zal straks even laten zien hoe we dat zouden kunnen gaan doen. Ten aanzien van de huurmarkt, geef de corporaties de mogelijkheid om met afschaffing van de verhuurdersheffing en met afschaffing van de 90% sociaalregel te gaan bouwen voor sociaal en middensegment. Gemeentes, geef de corporaties de mogelijkheid om de grondwaarde van datgene wat ze bouwen, uiterlijk 5 oplevering te voldoen. De corporaties zijn de partners als het gaat om het woondossier van de gemeentes. Die gaan over 100 jaar zijn ze er nog. Geef de ruimte om te bouwen. En in de koopsector, dat wordt wel een ingewikkelde. Maar ik denk dat we misschien moeten loslaten dat we op safe moeten spelen als gemeentes. Door eerst maar eens een koper te vinden in de vorm van een ontwikkelaar die de grond afneemt. Laat de ontwikkelaars maar inschrijven met een realisatieplicht. En laat ze daarbij een maximale verkoopprijs garanderen. Laat de grond vervolgens overgedragen worden rechtstreeks aan de koper. Feitelijk het systeem wat een aantal grote steden nog altijd kennen, de nieuwbouw in het erfpachtsysteem. Het heeft daarbij nog een fiscaal voordeel, omdat door de BTW daar een grote besparing uit voort te komen. Hier, over dit soort vraagstukken, komen we in de masterclasses bij Scoben. U kent ze wel, scoben.nl, komen we daar wat dieper op terug. Oplossingen ten aanzien van versnelling. Het moet sneller. De NVB, de Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwers, die hebben ook aangegeven, kabinet geeft de gemeente financieel de ruimte om harder aan de gang te gaan met door laten lopen stemmingsplannen en omgevingsvergunning. We hebben een collectief belang. Net zo goed dat we als collectief nu vinden dat we moeten verder gaan aan de gezondheidszorg. Dat we het risico niet op de ene ding moeten doen. Moeten we nu ook kiezen voor het collectief belang in plaats van het individueel belang. Geen vertraging door welstand. We moeten woningen kunnen bouwen. Deze sheet is een beetje ingehaald door het nieuws wat ik om 1 uur op de radio hoorde. Woningen die niet normaal in gebruik zijn, moeten we op een andere manier laten bijdragen in de woningbouwopgave. Is je woning, je tweede woning of je Airbnb-woning niet normaal in gebruik, betaal die mee aan de woningbouwopgave. Nou, waarom zeg ik dat om 1 uur? Hoorde ik op de radio de wethouder van Amsterdam, die aangeeft Airbnb, vanaf 1 juli, als je woning verhuurt via Airbnb, dan moet je een boete van €20.000 geloof ik betalen. Mijn voorstel is, een woning waar 8 maanden lang achter elkaar geen inschrijving in het basisregister is, is die niet in gebruik en dan betaal je maar mee via de fiscus aan de nieuwbouw. Een oproep aan de consument, als je een andere woning vindt, je kan het betalen, ga lekker onderhandelen, want misschien heb je een woning. Het is betaalbaar, dus doe het. Oproep aan de regering om particulier de mogelijkheid te bieden om het verduurzamen en woningonderhoud fiscaal aantrekkelijk te maken door een verrekening op het huurwaardeforfait. Daarmee krijgen we investeringen die de bouwsector ten goede komen en dus ook de economie. De gronduitgifte, we zijn er bijna. Gronduitgifte, want dat was een vraag die neemt de economische en de maatschappelijke opbrengst als negatieve kosten op in de GREX. Bij een normale GREX gebeurt dat niet, maar we gaan dus daarbij voorbij aan dat als het eenmaal gebouwd is, we tussen jaar 3 en 15, hebben we daar als gemeente voordeel aan. Nou, negatieve kostenpost, die moeten we dan wel in de gemeentebegroting opnemen, maar smeer dat uit over 15 jaar. Dan is het een
wat lagere kostenpost. En daarmee brengen we wel snelheid in de economie en staan we niet meer stil. Dus mijn conclusie is, bouwen. Versnel met het afgifte, maak overheid, steun gemeentes dan ook om dat mogelijk te maken. Is een woning niet optimaal in gebruik, en heb ik het niet over een vakantiewoning, maar een normale woning die niet bewoont, dan moet de fiscus maar kunnen ingrijpen om bij te dragen aan de nieuwbouwopgave. En neem economische en maatschappelijke opbrengst mee in de GREX. Ik ga u een poll voor over de oplossingen. Wat vindt u? Zijn er oplossingen nodig? Of moeten we het uitzingen? 85% zegt ja, er zijn oplossingen nodig. Maar ik zou voor de laatste keer willen zeggen, vraag maar raak. En nogmaals, vragen die niet aan de orde komen, die gaan we toch proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. En ik maak u vast duidelijk, u krijgt straks ook nog de mogelijkheid om iets te vinden over dit webinar. Gislaine, die vraagt, gemeenten zijn open voor aanvragen bouwvergunningen. Ja, dan moeten er initiatieven zijn. Daar kan ik natuurlijk, ja. En Anonymie, worden duurdere woningen meer verkocht omdat het aanbod groter is dan goedkopere woningen? Heb ik meer tijd voor nodig? Ik denk, deze vragen die nu binnenkomen, en er zijn er flink wat, die wil ik graag op een ander moment beantwoorden. Daar komen we echt op terug, dat die garantie heeft u. Ik zou willen vragen of u kunt aangeven wat u van dit webinar vond. Er komen veel reacties binnen. En we zitten nu zo goed als aan de 80% van de aanwezigen. Wij zijn erg blij met de beoordelingen. Ik dank u voor uw aandacht, want we zijn aan het einde gekomen van dit webinar. U ontvangt een mail met de sheets. Stuur uw evaluatieformulier terug. Het helpt ons en mij om te verbeteren. Ik zou zeggen, volg de Academy op LinkedIn en blijf op de hoogte. Stay safe en hou vol. Mijn naam is Leo Bos. Ik ben bereikbaar op programma.nu. Ik zie u graag terug voor vragen en de beantwoordingen komen eraan. Dank voor uw aandacht en ik zou zeggen, hou vol, stay safe en maak er iets van. Ik dank u.